In het fakkeltheater speelt de theatertriller Een inspecteur belt aan. Theatergroep Loge 10 maakte een spannende bewerking van het legendarische stuk. Het stuk begint met een verlovingsfeest en dan wordt er een kolossale demper op de feestvreugde gezet, want dan komt er een inspecteur binnen en die zegt dat er een meisje zelfmoord heeft gepleegd door het nemen van desinfecteermiddel. Was Porto? Whisky? Nee, dank u, sir. Ik ben in dienst. Ik drink niet. U bent hier nieuw, niet? Ja, sir. Pas recent overgeplaatst. Ja, dacht ik al. Ik ken alle inspecteurs hier. Dat is mogelijk, sir. Ik ben Gerald Croft en ik speel de zoon van de rijke meneer Croft. En ik ga trouwen met de dochter van Mrs. Burling. Aanvankelijk komt die inspecteur naar mijn gevoel alleen maar praten met Mr. Burling. En ik voel me daar niet echt aangesproken. Maar langzaamaan blijkt ja, dat iedereen betrokken is. En dan is het hek van de dam. Ik zie niet in waarom dat u daarvoor daarin moet komen. Ik ben naar de kamer gegaan waar ze woonde en zij heeft daar een brief achtergelaten in een soort van dagboek. Haar naam was Eva Smit. Het is eigenlijk ook wel een aanklacht tegen de zelfgenoegzaamheid van een bepaalde laag van de bevolking, de nouveau riche die het gemaakt hadden, die veel geld hadden, maar die daarom qua morele waarde niet altijd zo... die morele waarde daarom niet zo hoog in het vaandel droegen. Deze jonge vrouw is een beetje anders dan de andere. Ik heb een foto van haar. Misschien herinnert u zich haar dan wel, Mr. Wat ik heel leuk vind in deze versie is dat Bruno van Eijstraten, de regisseur, getracht heeft om het een tikkeltje lichter te maken door de flashbacks. Dus als we het hebben over het meisje dat zelfmoord heeft gepleegd, zij komt dan ook echt in beeld. En we spelen de scènes na die ons betrokken maken bij het hele verhaal. En dat vind ik wel een hele mooie ingreep, denk ik. Ik denk aan die prettige stemming aan het begin van de avond. En je weet toch nog wat je toen hebt gezegd tegen Gerald en mij? Wij spelen op een hellend vlak. Ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen, maar... Het is ook symboliek voor het wankelen. Ja, het wankelen, en dat vind ik wel tof. En we voelen dat zelf ook wel. Wat? Ik zei... Ze veranderde haar naam in Daisy Renton. Het stuk gaat voor mij over het feit dat elke actie een consequentie heeft, een gevolg heeft. En daar hebben we het wel heel erg over. En ik durf te hopen dat het publiek daar ook wel even over nadenkt. Het is zo gelijk een bloem. De blaadjes vallen één voor één af bij elk personage.